Tegenwoordig komen heel veel high-end telefoons niet meer met een 3,5 mm ingang. Wat dus betekent dat je, als je dus een upgrade doet naar een nieuwe telefoon, dat je waarschijnlijk iets anders moet gaan halen. Mijn Boya bijvoorbeeld heeft ook een 3,5 mm ingang. Wat dus betekent, mocht ik opeens naar een nieuw model gaan, kan het zo wezen dat ik niet meer die 3,5 mm ingang heb en dat ik alleen met deze microfoon kan opnemen op een computer bijvoorbeeld. Of gewoon direct aangesloten op mijn camera. Dit wil ik niet. Ik wil gewoon lekker mijn telefoon gebruiken, zodat ik lekker compact alles bij elkaar heb. En dat ik gewoon overal, on the go, gewoon lekker kan opnemen. En gelukkig heeft Sennheiser hier aan gedacht en heeft dus een lovely microfoon uitgebracht met USB-C aansluiting. Nou moet ik eerlijk even bekennen. Zoals je eigenlijk kan zien, mijn telefoon heeft wel een 3,5 mm ingang. Dus eigenlijk is dit niet noodzakelijk. Maar het is natuurlijk fijn om wat future-proofing te hebben. Want USB-C is nieuw en is natuurlijk een beetje de standaard norm aan het worden. En ik vermoed dat de 3,5 mm ingang in de komende 2 tot 3 jaar waarschijnlijk al helemaal weggevaagd is. Dus het is natuurlijk ook al heel fijn om gewoon iets te hebben dat gewoon voor de jaren mee door kan gaan. De Sennheiser XS Lavalier is dus wat ik hier heb en wat Sennheiser dus heeft uitgebracht. Hoe werkt het nou allemaal? Is wat fijn? En dat soort dingen. En ik zal je eens even laten weten. Ik vind de microfoon super fijn. Het is klein, compact, korte kabel, wat ik echt enorm fijn vind. Het is maar een 2 meter kabel wat je erbij krijgt. Wat dus wel betekent dat het misschien niet heel ideaal is als je bijvoorbeeld op een lange afstand probeert op te nemen met je DSLR. Maar aan de andere kant, je kan natuurlijk in je telefoon pluggen, dus je kan op welke afstand ook dan maar gewoon dit gebruiken. Dus voor mij zie ik het probleem niet in, maar iemand die direct aan de DSLR wil aansluiten, is dat misschien wel even een factor. Hiervoor heb ik dus, zoals ik al zei, de Boya BY-M1 gebruikt. En ik heb zo'n klas ermee. Je hebt ook nog zo'n klein batterijcapsule heb je nog erbij. En zo'n viezig klosje die je elke keer weer uit elkaar moet klauwen. En dat is gewoon veel te veel gedoe. Dat wil ik niet. En gewoon de Sennheiser met de 2 meter kabel. Dat gaat amper in de knoop. En als het in de knoop gaat, weet je, dan kun je het gewoon ook in 2 tellen gewoon weer fixen. En dan kun je weer lekker bezig gaan waar je bent gebleven. En dat vind ik fijn. Dat klosje, ik wil niet meer teruggaan naar die hel. Echt no way, Jose. Voor de rest, de klem wat gebruikt wordt op de Sennheiser is echt super goed. Het klemt super sterk en je moet wel een beetje mee rekening houden dat als je hele dunne t-shirtjes hebt, ik hou hem nu even zo bij me. Als je dunne t-shirtjes hebt, wel even rekening mee houden dat het mogelijk je t-shirt wel kan beschadigen. Dus als je een stevige, dikke t-shirt hebt, dan heb je eigenlijk vrijwel geen probleem, maar heb je toch iets dunners, moet je wel even oppassen. Ik laat je even zien het klemmetje. Als je tenminste erop wil focussen. Ik wil even voor mijn gezicht houden, want dan ziet hij niet meer mijn gezicht. Dan is het oké, we gaan op dichtstbijzijnde focussen. Dit is de klem. En als je ziet, ik moet heel veel kracht zetten om die te openen. En dat is nou niet zozeer een verkeerd ding. Ik vind het... Het blijft natuurlijk goed op zijn plek zitten. In plaats van dat hij helemaal los zit te bungelen en dat hij alle kanten op gaat, is natuurlijk niet zo heel fijn. Dus dat betreft, de klem zit hartstikke fantastisch in elkaar. Het microfoontje zelf is ook trouwens heel klein. Ik laat je het wel even zien. Ik heb nu een foamkapje op. Ah, sorry voor het geluid. Ik laat je het wel even zien. En ik zal de klem even eraf halen. Dus dit is de microfoon. Het is echt minuscuul als je het vergelijkt met mijn vingers. Het is echt klein. En dat is het eigenlijk ook allemaal wel. Je hebt USB-C, wat fijn is. Korte kabel, 2 meter lang. Vind ik fijn, gaat niet zo snel in de knoop. En een super goede klem. Dus overal kan ik deze microfoon echt zeker wel aanraden. Geluidskwaliteit hoor je nu natuurlijk naar. En klinkt ook gewoon super. Wat je nog wel even moet weten is dat de Sennheiser XS Lavalier maar liefst 60 euro kost. Waarbij dus bijvoorbeeld de Boya 20 euro kost. Terwijl ze gewoon beide identieke geluidskwaliteit hebben. Dus dat is wel even een dingetje waar je rekening moet houden. Ik ga binnenkort dus ook een vergelijkingsvideo maken tussen de Boya en de Sennheiser. Om jullie even te laten zien en laten weten. Is het nou echt 3 keer zijn prijs waard? Maar dat komt binnenkort en dat zullen jullie even moeten afwachten. En als jouw online is, dan zie je hier rechtsbovenin, hier zo. Dan zie je een pop-up komen van, hey, er is een vergelijkingsvideo. Dus klik daar vooral en dan ga je erheen. En dat is ook wel de video, dus ik kan het zeker aanraden. Super handig, super fijn. USB-C, hartstikke top.
En ik zie jullie helemaal weer terug in de volgende video. Tot ziens. Hey, super bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je de video natuurlijk leuk, behulpzaam of informatief? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. Wil je natuurlijk meer zien van mijn kanaal, zou ik zeggen, abonneer natuurlijk. Mijn social media staat allemaal in de beschrijving. Je hebt allemaal linkjes daarvoor. Ik zou zeggen, bekijk dat. En tot de volgende keer.